En dan komen we bij de eerste spreekster, Margot van Brakel. Die hadden wij helemaal niet gepland vandaag. Maar zij stuurde een berichtje. Dat ze zei, goh, ik heb net een mooie TED-talk gegeven. En wat ik lees over jullie, dat komt zo dichtbij hoe ik ook naar een aantal zaken kijk. Zou ik een keer ergens willen of mogen spreken. En toen gaf ze een link naar jouw TED-talk, Margot. En wow, ja, ik kreeg echt kippenvel toen ik naar jou luisterde. En toen dacht ik, oh, jouw wijze van spreken was al prachtig. In het Engels dan ook. Je hebt een fluently English, fantastic vocabulary. Maar ook wat je zei en hoe jij het zei. En toen ik was met een collega hier. En toen zeiden we, waarom gaat zij niet gewoon spreken? Want jij legt een soort bedding onder wat wij nu, hè, wat Ferns ook nu heeft verteld. En over de plannen die we hebben met Humanity Rising Nederland. Dat je als een soort, ja, dat, hoe jij benadert hoe alles kantelt. En wat er nodig is om van homo sapiens, hè, de mens, naar een homo connexus te gaan. Ook waar je een boek over hebt geschreven. Nou, niemand kan dat beter, denk ik, dan jij. Dus als jij dat wil doen, jij bent ook oprichter, maar dan kan je zelf misschien vertellen van Empowering People. Nou, jij doet dat. Dus als jij, ik denk dat jij 15, 20 minuten nodig hebt, maar doe je ding en alvast applaus voor jou. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik vind het heel bijzonder dat ik hier bij de aftrap van dit prachtige initiatief aanwezig mag zijn, een bijdrage mag leveren. Het verbinden van mensen, goede ideeën, dat is ook precies de manier om uiteindelijk te zorgen dat we met elkaar de goede kant op gaan. Ik ga niet te veel woorden gebruiken, ik ga mijn verhaal delen, dat verhaal spreekt voor zich. Ik hoop dat het je raakt. Ik neem je mee terug in de tijd en we gaan naar maart van dit jaar. Het was 4:30 ochtends en ik lag in bed. En dat is dat moment precies tussen wakker worden en slapen in. Misschien ken je dat wel. Voor mij is dat een moment waarop ik hele heldere inzichten krijg. Het was een onzekere tijd, want ik had op dat moment ongelukkig genoeg net geen opdrachten. Geen nieuwe klanten in het vooruitzicht. Bepaalde opdrachten waren stilgevallen. En het zag er naar uit dat dat echt nog een hele poos zou duren. En toch voelde ik me hoopvol en gelukkig. En voelde ik dat dit zomaar eens een nieuw begin kon zijn. Ik geloof dat dingen gebeuren voor een reden. We slapen al zo lang. Maar nu eindelijk lijkt het alsof we langzaam wakker worden. Dit is het leven zoals ik het ken. Ik ben pas een paar minuten oud en dan heb ik al mijn eerste 10 te pakken. 10 punten voor de APGAR-score. Een perfecte score voor een pasgeboren kindje. Mijn dochter studeert Business Analytics aan de VU in Amsterdam. En in het eerste jaar van haar studie besluit ze dat ze graag cum laude wil afstuderen. Haar conclusie is dat hoge cijfers gelijk staat met betere kansen. Dus maakt ze er werk van. De prestatiemolen is in volle gang. Er zijn vast een aantal van jullie nog met jonge kinderen. Dan weet je alles van de CITO-toets. Of ken je hem nog van vroeger. Tegenwoordig worden kinderen vanaf 5 jaar 2 keer per jaar getest. En eigenlijk gaat het niet om hun talenten. Het enige wat telt is hoe goed ze kunnen presteren op het vlak van rekenen, schrijven en lezen. En natuurlijk als ouders doe je er alles aan zodat je kind het goed doet. Toch? Ik wel in ieder geval. Ook hier is de prestatiemolen in volle gang. Een poosje terug woonde ik een klankbordgroep bij van een groot internationaal bedrijf. En er waren medewerkers bij van over de hele wereld. Aan het eind van deze sessie gebeurde er iets wat me echt raakte. Nog steeds als ik eraan denk. De laatste vraag voor de deelnemers was om te delen wat ze ervan vonden om medewerker te zijn bij dit bedrijf. En toen zei een van de medewerkers. We sacrifice people for the sake of performance. Hij was niet de enige. Anderen kwamen met voorbeelden en bevestigden hoe hij het zag.
Bijvoorbeeld hoe nieuwe standaardprocessen werden doorgevoerd, die zogenaamd efficiënt waren, maar die zoveel gedoe opleverden voor de klant dat de medewerker stiekem extra taken op zich nam om het weer te fixen. Terwijl ze er eigenlijk minder tijd voor mochten besteden, kostte het meer tijd. We sacrifice people for the sake of performance. En dan ga je dit weekend in alsof maandag gewoon weer een nieuwe werkweek begint en er niks was gebeurd. Ik kon het niet loslaten. Het had me geraakt. Maar meer nog, het had iets in me aangewakkerd. Op zaterdag midden in de nacht stond ik op. Ik ging achter mijn laptop zitten en ik schreef een blog. Maar het was niet genoeg. Onze prestatiemolen draait door. Kinderen, medewerkers, ouders. Overal zie ik hoe onze focus op prestaties ons in de tang heeft. We zitten klem. En toch draait ons hele systeem om prestatie. En heel eerlijk, ik deed er zelf ook aan mee. Toen mijn dochter 13 was, kreeg ze een depressie. Ik ging met haar naar de dokter. Ik regelde voor haar een therapeut. En toen dat niet werkte, regelde ik voor haar een nieuwe. Toen mijn andere dochter zich ook niet goed in de vel zat, regelde ik voor haar ook een therapeut. Maar al die therapeuten bij elkaar konden haar niet geven, hen niet geven wat ze het meeste nodig hadden. In onze tijd draait het om doen, om presteren. En ja, als moeder deed ik ook alles, zodat mijn kinderen konden presteren. Ik deed alles wat ik kon, maar ik vergat daarmee te zijn wie ik ben. En mijn kinderen het belangrijkste geven wat ik ze kon geven, namelijk een voorbeeld. Pst, word wakker. We doen onszelf tekort. Als individu, als organisatie, als maatschappij. We sacrifice people for the sake of performance. En heel eerlijk, het is erger dan dat. We sacrifice our planet for the sake of performance. Hoe zijn we hier gekomen? En belangrijker nog, hoe doorbreken we dit patroon? Dat waren vragen die schreeuwden om een antwoord. En dat was het begin van een persoonlijke missie. En ik denk dat we hier bij elkaar zitten in die missie. Dus ga je met me mee? Ik startte door terug te gaan in de tijd om te begrijpen hoe we hier gekomen waren. Ik ga terug naar de 17e eeuw, 400 jaar geleden. Dit is een tijd wanneer de kerk alle macht heeft. Eigenlijk is het leven heel eenvoudig. Alles wat je hoefde te doen was leven volgens de regels van de Bijbel. Maar er was één man die vond dat je niet blindelings het woord van God moest volgen, maar dat je voor jezelf moest nadenken. Zijn naam was René Descartes. Cogito ergo sum, zei hij. Ik denk, dus ik besta. En dat was het begin van de verschuiving van God naar het verstand. De start van het tijdperk van de ratio. Of liever, het prestatietijdperk. Nou, als we nu kijken naar de dag van vandaag, dan is het ongelooflijk om te zien wat dat inzicht ons heeft opgeleverd. 400 jaar innovatie heeft ons leven enorm verrijkt. En er lijkt geen eind aan wat er mogelijk is. En als we nu eens kijken in de toekomst, dan zien we daar de fascinerende mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk voor computers of robots om menselijke taken uit te voeren. En als we iets verder in de tijd kijken, dan komt het moment dat ze taken kunnen uitvoeren die verder gaan dan ons menselijk vermogen. In sommige gevallen gebeurt het al. Psst, word wakker. We doen onszelf tekort. Kunstmatige intelligentie gaat onze menselijke intelligentie overstijgen. Maar wat is er aan de hand? Dankzij Descartes is al meer dan 400 jaar ons onderwijs, opvoeding en maatschappij gericht op de rationele kant van het leven. Slim zijn gaf ons macht. Maar nu trekken we aan het kortste eind. Terwijl we bleven investeren in ons rationele vermogen.
hebben we onze emotionele, verbeeldende en verbindende kwaliteiten als mens verwaarloosd. Ik wil je graag vertellen over Mirjam. Aan de overkant van het kantoor in Utrecht waar ik werkte, daar is een koffietentje. Het is een zogenaamde social company. De mensen die er werken, hebben een hersenbeschadiging. En ik was daar met een collega, we bestelden 2 cappuccino's. En met een glimlach werd ons gevraagd om een tafeltje uit te zoeken. De koffie zou naar ons toegebracht worden. En een paar minuten later kwam de serveerster met de koffie. Maar toen ze het neer wilde zetten, toen morste ze. Ik zei, prima, het is oké, dankjewel. Maar nee, ze wilde mij een perfecte koffie geven. Dus ze nam me mee terug en kwam iets later met een perfect kopje koffie. Toen ik haar vroeg hoe lang ze daar al werkte, zei ze, mag ik even zitten? En ze deelde haar verhaal. 12 jaar geleden was ze aangereden door een auto. Ze had weken in coma gelegen. En het heeft haar al die jaren gekost tot te zijn waar ze nu was. Dit was de eerste baan die echt bij haar paste. En ze wilde echt dat het lukte, maar bij alles wat ze doet, moest ze nadenken. Het was een heel bijzonder moment om haar verhaal te mogen horen. Zij was authentiek. Zij maakte een verbinding. Zij liet zien wat het is om echt mens te zijn. Geen robot doet haar dat na. Omarmen wie je bent, jezelf durven zijn en contact maken met een ander. Zij, Mirjam, is voor altijd mijn favoriete serveerster. Maar als ik kijk naar de realiteit van vandaag, dan laken we langzaam ons vermogen om te verbinden kwijt. Als ik bij de bushalte sta en om me heen kijk, dan staart iedereen op zijn telefoon. In een restaurant praten we niet meer, maar we maken foto's van ons eten, delen dat op Instagram en wachten op de likes van onze online vrienden. We zijn meer verbonden dan ooit. Maar zijn we dat echt? Eenzaamheid, depressie, burn-out zijn nog nooit zo'n groot issue geweest als nu. We lijken alles en iedereen te willen diagnosticeren. De behoefte aan psychische en psychiatrische hulp is enorm. We zijn meer verbonden dan ooit. Maar op de een of andere manier zijn we er verbinding met onszelf kwijtgeraakt. Psst, word wakker. Wat betekent het om mens te zijn? Mens in de digitale tijdperk. Maar begrijp me niet verkeerd. Innovatie en alles wat het brengt is goed. Vooruitgang is vooruitgang. Dat moeten we niet willen stoppen. Maar op een aantal fronten zitten we op een dood spoor. Computers en kunstmatige intelligentie gaan ons eigen vermogen overstijgen. Onze digitale verbondenheid en onze focus op prestatie maken ons letterlijk ziek. Onze context verandert zo dramatisch en in zo'n hoog tempo, dat we een cruciaal punt in de tijd bereiken. Wij zijn homo sapiens, letterlijk wijsmens. In al onze wijsheid maken we iets dat slimmer is dan wij. Iets wat beter kan presteren dan wij. Iets wat echt een prestatiemachine is. Dus waarom zouden we onszelf onder druk blijven zetten om mee te draaien in die prestatiemolen? Dit is het leven zoals ik het ken. Dit is het leven zoals wij dat gemaakt hebben. En toen was daar corona. En het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Toen ik in bed lag om 4:30 's ochtends, realiseerde ik me dat er 2 dingen aan de hand waren. Als eerste. Als dingen er echt toe doen, dan is prestatie ineens betekenisloos. Zelfs waardeloos. En ten tweede. Nu we beperkt zijn in het kunnen verbinden met de mensen die het meest dierbaar zijn, voelen we wat belangrijk is. Onze sociale aard wordt aangewakkerd. We zien een opleving van het gezinsleven,
van kleine communities. We hebben weer aandacht en geven om onze buren. We treden terug van ons paradijs, wat draait om individuele welzijn en welvaart. En we nemen verantwoordelijkheid voor onze rol in onze sociale setting. Het gebeurt gewoon. Het gaat vanzelf. We worden wakker. Ondanks alle heftigheid geeft deze crisis ons een unieke kans om het tij te keren. Om de weeffouten in ons systeem aan te pakken. Om zaken voor altijd te veranderen. Als ik nu kijk naar de ene grote vraag. Wat is de betekenis van het leven? Terwijl het leven langzaam wegglijdt, zelfs terwijl ik hier zit, ben ik hier met de reden. Net als jij. En het zijn van een robot, van een prestatiemachine, dat is gewoon niet het antwoord op die vraag. We hebben alles altijd met ons verstand gedaan. We zijn goed in het verbinden van hoofd naar hoofd. Maar nu is het tijd om het tij te keren. Nu is het tijd om de verbinding anders te maken. En dat is verrekte moeilijk, omdat we het zoveel jaar van ons af hebben geduwd. Maar ik geloof dat als we volhouden, er wel kunnen komen. Dat we de verbinding kunnen leren maken. En het verschil gaan zien van de verbinding hoofd naar hoofd, de robotmanier. En een verbinding van hart naar hart. En met een open hart gaan er deuren open die voorheen gesloten bleven. Dit is wat het betekent om echt mens te zijn. Dit is het voorbeeld dat ik mijn kinderen wil meegeven. Ons vermogen, maar ook onze behoefte om te verbinden. Wij zijn mensen. Wij zijn sociale wezens. Wij zijn geboren om met elkaar in verbinding te staan. Als we de waarde inzien van elk individu, diversiteit en inclusie omarmen, dan is alles mogelijk. Dan is de toekomst van ons. En nu wil ik je vragen om je ogen even dicht te doen. En voor een moment gewoon te zijn. Te zijn wie je bent. Jij bent oké, precies zoals je bent. Voel de verbinding met jezelf. En voel de aanwezigheid met ons allemaal hier. Wij zijn verbonden. Met onszelf, met de ander en met het geheel. Wij zijn Homo Connexus. En wij worden wakker. Dank jullie wel. Wauw. Mooi. Tja, nou. Dat was de reden dat ik jou vroeg. Deze prachtige, ja, het is een soort kwetsbaar en heel krachtig hoe je het vertelt. Het is een hele, ja, mooie, ronde, vanuit je hart echt visie en gevoel wat je deelt. En het raakt me. Dus heel erg dankjewel, Margot. Heel erg dankjewel.